dat je in samenhang met de natuur een soort van systeem of een concept neerzet. Met heel weinig of geen input en met wel een interessante output. Dat is eigenlijk het droombeeld. Wij zijn Jeroen en Rink Robbers, vader en zoon. We hebben een akkerbouwbedrijf, biologisch. Onze specialisatie is pompoenen. Pompoenen teelt, opslag en verwerking. Hier staan we nu voor het voedselbos. Tenminste, dat is het voedselbos in wording. We hebben afgelopen voorjaar hier geplant, bomen en struiken. Er staat nu veel onkruid. We laten het eigenlijk een beetje gaan en we gaan zien van de winter wat er van is overgebleven. Het zinkt rond. Dat hele voedselbos dat slaat in als een bom bij een hele hoop mensen. Omdat het een soort van paradijselijke vorm is van landbouw, van leven als het ware. Dus we zijn natuurlijk gewend om te boeren, slash om akkerbouw te doen. Zaaien, oogsten, planten, whatever. En dit concept staat daar heel ver vanaf eigenlijk. Dus daar ben ik niet meteen van gecharmeerd. Dus dan moet je zo'n innerlijke stap maken om als het ware een klein beetje weer terug te denken naar wat oorspronkelijk lang geleden ook zo'n beetje de drijfveer was voor mij om biologisch te gaan boeren. Maar het staat een eindweg van wat ik ondertussen gewend ben om te doen. Dat is namelijk grootschalig, efficiënt bioboeren. Dan zie je nog eentje. Deze ook. Het staat los van de stok, maar dat maakt niet heel veel uit. Goed man. Zo is het geschitterend, al die mensen. Mooi man, kijk hier dan. Het ontwerp hebben we samen met de Stichting Voedselbosbouw gedaan. Met Wouter van Hek en mijn vader Jeroen. En het idee achter dit ontwerp is dat we straks allerlei verschillende soorten hebben. Die zo'n beetje in de herfst gelijktijdig rijp zijn en klaar voor de oogst. Dus dat we één keer per jaar hier doorheen gaan om het te oogsten en dat aan te bieden in een mix als een soort voedselbospakketje. Wij hebben ons ook laten inspireren door Albert Heijn natuurlijk, want bij Albert Heijn zie je die kartonnen doosjes met een peer of een peen, een ui, een stukje broccoli voor een bepaald gerecht, menu. En zo stel ik me eigenlijk ook voor dat we hier een soort van pakketje kunnen oogsten en kunnen verkopen. Je gaat niet alles door elkaar mixen, maar we hebben bijvoorbeeld een rij met bessen en dan een rij met olijfwilg. Vervolgens komen er wat hogere struiken zoals hazelnoten of appels en peren tot aan de walnoten, dat je ook die mooie gelaagdheid krijgt wat voor een evenwichtig ecosysteem zou moeten zorgen, maar toch in rijen dat we het wel kunnen oogsten efficiënt. We hebben pech gehad met het weer, vind ik zelf. Het was eigenlijk niet echt een ideaal moment voor aanplanten, maar goed, het spul is besteld, dan moet je ook gewoon planten. Maart was nat, het is klei, zwaar werk, daarna behoorlijk uitgedroogd ook alles. We hebben wat beregend en wat water gegeven. Er is best wel aardig wat doodgeraamd, vermoed ik. Dat gaan we van de winter gewoon weer opnieuw bekijken. Ik denk zelf dat we een beetje moeten bijplanten, herplanten. Dan is er natuurlijk nu een explosie van onkruid. Dat laten we, hebben we echt laten gebeuren gewoon voor de biodiversiteit en de massaproductie van organische stof. Het helpt natuurlijk om de bodem te verbeteren. Dus het geeft beschutting aan de jonge aanplant, zie ik eigenlijk ook wel, omdat het onkruid goed hoog staat. Hoe we de planting moeten terugvinden en hoe we die nu gaan verzorgen, weet ik eigenlijk nog niet zo goed. De vraag of het economisch uit kan, dat is een mega grote vraag. Ik zie dat niet direct voor me, maar deze uitdaging vinden we eigenlijk ook heel leuk. We zijn natuurlijk ook ooit begonnen met pompoenen waar geen markt voor was. En dat is ook uitgegroeid tot een mega markt. Dus we voelen ons ook wel geïnspireerd door de uitdaging die er aan vast zit.